staan hier op het perron. Moos, wat zijn wij mega dom. Oh, dit is niet een goede trein. Nee, hier moeten we inderdaad niet zijn. Anyway. Ready for the Christmas days. Van kerst hou ik het allermeest. Liefde en plezier. Stap in leven met story. Dat we hier zijn op deze dag. Op deze dag schrijven wij de historie. Die alle volgers jaloers maken mag. Het is bijna kerst, zie je dat om je heen. Overal lichtjes, zelfs op de trein. Zelfs de pinkzwartjes zijn op de been. Want met kerst dan is niemand alleen. Samen gaan we op reis. De mensen waar we van houden delen samen drank en spijs. Voor even geen gedonder, heel Nederland aan de boeren. Zelfs onbekenden zijn bij ons welkom. Want met kerst geldt voor iedereen. Merry Christmas, hè? Kijk eens aan een heel nieuw artikel. 2000 woorden, bam in de roos. En op deze reis krijg geen enkel perikel. Mij nu nog klein, iets ik hiervoor koos. Misschien kennen wij nu nog niet de bestemming. Geheimzinnig gedoe en toch val ik ervoor. Met kerst is er toch meer ontkenning. Van alle shit aan gedoe geen gehoor. Zingen en we dansen, samen gaan we op reis. Mensen waar we van houden, delen samen drank en spijs. Voor even geen gedonder, heel Nederland aan de boeren. Zelfs op de kinderen zijn wij ons welkom. Op het kerst wel voor iedereen. Merry Christmas, hè? Wij maken samen lekker een tripje. Moeder en dochter samen op stap. Wij gingen plannen om wat te doen dan. En waarin viel zomaar op de mas. Pariëntie bij de kerstman. Toch iets anders, we weten niet wat. Zingen en we dansen, samen gaan we op reis. Zien de mensen waar we van houden, delen samen drank en spijs. Voor even geen gedonder, heel Nederland aan de boeren. Namaste, namaste, ik neem je mee, wees altijd gedwee. Al 3 jaar in de WW, het lijkt wel een cliché. Ja, maak altijd een entree met een uitgebreid dossier. Ik ben het veel te vree, maar weet je waar echt mee? Nee, het is geen kerstidee. En het is zeker niet doorsnee, het is wel een spannend idee. Het zijn dominees in de moskee. Welkom op het kerstel voor iedereen. Merry Christmas, hè?